Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben weer aanwezig bij de jaarlijkse penvisdag van HSV Middelburg. Ja, ik vind dat echt een leuk uitje. En ja, je ziet het, het is ook best wel een mooie omgeving. Ik zit nou midden in de polder. Dit is gewoon een heel stelsel. Hier naast bestaat een gemaal. Aan de andere kant, dat ligt hoger, daar ligt een kanaal. Ja, er zijn een heleboel watertjes, maar ja goed, ik ken niet... Je bent aan tijd gebonden. We zijn om 7:30 begonnen. Het duurt tot 2:30. Ik heb nu verspreid door in en rond Middelburg wat voerplekjes gemaakt. Ja, je komt zoveel hoekjes tegen waar je denkt, oeh, dat is mooi, dat is mooi. Maar ja, goed, wat ik zeg, je bent aan tijd gebonden. Je kan niet overal vissen. Hier in de lengte van deze vaart heb ik ook wat voerplekjes gemaakt. Ik ga nu naar mijn eerste voerplekjes toe. Ja, dan gaan we beginnen. En ja, hopelijk met het einde van de dag een mooi resultaat. En kan ik er een leuk filmpje van maken. Dus als je het leuk lijkt, blijf hangen. Doei! Voor een polderstelsel, kleine polderkarpertjes, dat is echt een mini, maar ik vermaak me er prima mee. Puntje gaaf natuurlijk, helemaal goed. Nou, dan naar de volgende stek. Zo. Nou, maar in grote delen van Middelburg toch wel lekker de rust kan vinden. Zit ik hier eigenlijk langs een N-weg, dus af en toe raast het verkeer voorbij. Maar goed, dit is het tweede visje. Ietsje groter. Maar gewoon echt een leuke sport, vooral op de penhengel. Goed door de slip, ook hem lekker krom. Ja, het zijn gewoon hele mooie visjes. Vooral zo in het zonlicht. Dus nou, we gaan er weer lekker terug zitten. Lekker hoor. Visje nummer 3. Ze worden steeds ietsje groter. Hey. Ja, ik vind dit wel mooi, want hij heeft. Even kijken of het een beetje zo kan. Nou, dat zie je niet. Leuk. Kijk, daarom dus een onthaakbad. Maar net achter zijn kieldeksel heeft hij zeg maar twee wat grotere schubben dan de rest. Vind ik wel apart. Maar goed. Hij heeft weer een lekker drilletje. Gaan we lekker terugzetten door naar de volgende stekker. Leuk doen. Nou, nummer 4 van vandaag. Ook weer echt typisch zo'n polderschupje. Deze heeft een hele mooie. Ja. En bij die staartwortel, ik weet niet of je dat goed kan zien op de camera, maar dat is echt gelig. Het zit ook een klein beetje in de rugvin. Nou, zoals je ziet is die best wel gestrest, dus we gaan hem gauw weer terugzetten. Maar ik weet dat ze hier ook via de visvereniging wat spiegelkarper hebben uitgezet door de polders heen. Dus die kan hoop ik nou eigenlijk wel tot een. Door.
hoop op een spiegel. In ieder geval een leuke dag. Zo, nou, de penvisdag van de Hengelsportvereniging Middelburg die zit er weer op. Nou, zoals ik heb gezien, ik heb 5 karpers in totaal gevangen. Ja, dus ik vond het gewoon een hele leuke dag. In totaal waren we met 15 man. De winnaar die heeft zelfs 14 karpers gevangen, dus dat is echt wel vind ik een hele topprestatie. Ja, ik ga nu weer beginnen aan de lange weg naar huis. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Zo ja, like hem. En dan zie ik jullie weer in een volgend filmpje. Goed weekend nog. Doei!